Hallo jongens en meisjes, wij willen jullie graag het verhaal vertellen over Beek voor Lijf. Op onze wereld zijn er naast rijke landen, waaronder Nederland, ook veel derde wereldlanden. Dat zijn landen die niet zoveel geld hebben en waar ouders en kinderen in armoede leven. Daarom moeten kinderen al heel jong werken. Dat kan van alles zijn, als het maar wat geld oplevert. Oeganda is zo'n land. Het ligt in het werelddeel Afrika, midden op de evenaar. Oeganda is 7 keer zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 28,4 miljoen mensen. Er is hier een tropisch klimaat. Het is het hele jaar lekker warm. Met het vliegtuig naar Oeganda duurt 8 uur en men spreekt daar Engels en Swahili, een Afrikaanse taal. Wat is Beek voor Lijf? Beek voor Lijf is een organisatie opgezet door een groep vrouwen van een aantal Nederlandse bakkers. Deze stichting richt bakkerijen op in Afrika. In Oeganda en Ghana zijn ze al actief en er zijn plannen voor Kenia. In deze bakkerijen leren jonge mensen met een handicap het vak van bakker. Wanneer ze klaar zijn met de opleiding, kunnen ze in het dorp of de streek waar ze vandaan komen met behulp van Beek voor Lijf een eigen bakkerij beginnen en zo hun eigen geld verdienen. Ze zijn dan zelfstandig en kunnen zelfs voor hun broertje en zusjes en ook voor hun ouders zorgen. De stichting heeft tot nu toe 6 bakkerijen. In de bakkerij maken ze brood, bunch, dat zijn zoete broodjes, donuts, queencakejes en mandazi, een gekruide donut. Met fietsen wordt de bestelling weggebracht. Ze hebben zelfs een busje voor klanten die te ver weg wonen. Het brood dat gebakken wordt smaakt zo goed dat ziekenhuizen, hotels en winkels het graag willen kopen. Naast de bakkerijen is er nu in Tororo een school gebouwd, waar de bakkersschool in september volgend jaar zal starten. Een 3-jarige middelbare beroepsopleiding, het Beek voor Lijf College. De leerlingen komen uit het hele land en moeten blijven slapen. Dat is heel normaal in Afrika. Wij zijn nu aan het sparen om een slaapzaal te bouwen en in te richten met bedden. Naast de bakkerijen en de school zijn er ook nog 2 kleine winkeltjes waar brood wordt verkocht. Alle projecten in Afrika worden begeleid door missiezusters. Deze zusters leven samen met de jongeren en hun gezinnen in een compound. Een compound is een soort dorpje. Naast de bedden staat voor iedereen een ijzeren kistje met daarin hun persoonlijke spullen. En dat is alles wat ze hebben. Niet alle Afrikaanse kinderen kunnen naar school. Zo'n school heeft ook geen schooltelevisie, geen computers, geen speeltoestellen. Laat staan zo'n modern smartboard. Ondanks dat zijn de kinderen heel blij op school. Ze zijn vrolijk, hebben plezier, zingen en spelen met elkaar. Ook zijn ze heel zorgzaam voor elkaar. En dankzij onze bakkerijen eten ze regelmatig een broodje. Het oprichten van een bakkerij kost veel geld.
Ongeveer tussen de 100.000 en de 125.000 euro. Dit geld sparen we bij elkaar door het organiseren van allerlei acties. Zoals loterijen, wandeltochten, rommelmarkten, veilingen enzovoorts. Wil jij ons ook helpen om geld bij elkaar te sparen voor een bakkerij in Afrika of voor de nieuwe school? Wil je een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over Bake for Life? Kijk dan op onze website voor meer informatie. Je vindt hier ook kleurplaten en natuurlijk lekkere bakkersrecepten. Bye. Bye. I don't know the children.